De Promesse maakt onderdeel uit van het stadscentrum van Lelystad en ligt direct aan het stationsplein. Eigenlijk was het stadshart geen stadshart. Er was geen logische looproute, er waren leegtes, er woonden te weinig mensen, er werkten te weinig mensen. Je loopt meteen het winkelcentrum binnen. Dat heeft een hele andere uitstraling dan het vroeger had. Dus ik ben heel blij met de Promesse. Winkelcentrum De Promesse is in juni 2011 officieel geopend als onderdeel van het kernwinkelgebied van Lelystad. Het centrum is door een helder stedenbouwkundig plan herkenbaar en zeer goed bereikbaar geworden. Doelstelling van de ontwikkeling was de binnenstad van Lelystad nieuw leven in te blazen. De inwoners van Lelystad moesten weer het gevoel krijgen in een van de modernste steden van Nederland te wonen. Door de komst van enkele ketens die nog niet in Lelystad zaten, is een breed aanbod gecreëerd. Zo kent de branchering een aantal toonaangevende retailers. De ontwikkelaar geeft expliciet aan bewust te kiezen voor een sterke branchering, ook al leverde dit bij de opening een strategische leegstand op in 3 panden. De multifunctionaliteit van het winkelcentrum en de integratie van de diverse functies, zoals het stadhuis en de vrije bibliotheek, worden hoog gewaardeerd. Zowel jong als oud zijn hier te vinden. De bibliotheek is uitgerust met vele moderne functionaliteiten. Men is druk bezig het openbaar gebied nog wat sfeervoller in te richten. De aansluiting met het bestaande winkelgebied kan nog worden verbeterd. De herontwikkeling van Lelystad is een voorbeeld van duurzame stedelijke ontwikkeling. De consument weet het centrum goed te vinden en te waarderen. De jury heeft veel waardering voor de manier waarop dit zeer complexe traject is opgepakt en uitgevoerd. Het centrum van Lelystad is duidelijk gerevitaliseerd met deze herontwikkeling. Dit is te danken aan een goede samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar en een consequente uitvoering van het plan. Door de prima balans tussen wonen, winkelen en maatschappelijke en culturele functies staat Lelystad weer helemaal op de kaart.